Het is natuurlijk begonnen in Den Haag, ooit, vrienden, ja. Met dat hele klimaatgeneuzel, ja. En toen hebben ze dat overgedragen aan die provinciebesturen. En die zijn bijna net zo erg als in Den Haag. Want die zitten ook heel fanatiek. Zijn ze met die klimaatagenda bezig. 2030 moet gehaald worden. En nou zitten ze op allerlei plekken. Zitten ze dat door die strot te douwen bij mensen. En ik kan me de boosheid van, zeg maar, van die mensen, kan ik me helemaal voorstellen. Ik kan me helemaal inleven hoe verschrikkelijk narig je dan wordt. Ja, dat je gewoon gedwongen wordt om windmolens op te nemen in je gemeente. Ja, of vlak naast je huis. Ja, en dat gebeurt in Groningen en dat gebeurt in de Achterhoek en in Twente, Overijssel. Die mensen die zijn allemaal verschrikkelijk in het verzet en die zijn ontzettend boos. Ja, ook in Buren las ik het. Ja, Gelderland. Ja, en er zijn ook nog meer gemeentes daar. En die krijgen gewoon, die worden gewoon gedwongen om die windmolens te laten plaatsen. Maar dat zijn niet zoals jullie gewend zijn, die windmolens die we nu zien. Die 100 meter of 130 meter, weet ik veel. Dat is al verschrikkelijk natuurlijk, als je dat naast je huis hebt. Maar dit zijn mega dingen. Die zijn 270 meter hoog. Dat is hoger dan de Eiffeltoren, kan je je voorstellen? Ja, En dan, om het een beetje goed te maken, dan zeggen ze, nee, we doen geen 270 meter, maar we doen 255 meter. Ja. Nou, dankjewel zeg. Ongelooflijk. En niemand weet wat de gevolgen zijn. Nee, dat heeft nog niemand helemaal goed bestudeerd. Wat zijn de gevolgen? Ja, vogels, ja, die gaan de dood aan. Ja, dat weten we al. Maar verder de gevolgen voor de natuur, voor het weer, lokaal. Want het schijnt ook allemaal te veranderen als je constant maar daar met die wieken loopt te draaien. Dat niet te geloven. En wat dacht je van de gezondheid van de bewoners? Dat schijnt ook allemaal invloed te hebben. Slapen, je krijgt stress, je bloeddruk, noem het allemaal maar op. Er is allemaal niks nog echt over bekend. Nee. En toch wordt het die mensen maar door de strot gedouwd. Dat het zal en het moet, moeten daar windmolens komen. Nou, hey, vrienden van het verzet. Ik sta aan jullie kant.